Ik zag beelden uit Duitsland bijvoorbeeld. Nou, ja. Dat is echt om de hoek. Ja. Met een tornado. Ja, kijk, een tornado is iets wat je in Florida ziet. Ja. Maar een tornado in Europa... Ja, het komt ook regelmatig voor. Sterker nog, we hebben een Tornado Alley. Die loopt vanaf Noordoost-Frankrijk, België, Zuidoost-Nederland zo naar Duitsland toe. Daar komen relatief veel tornado's voor. Ook soms een hele lichte mate. Maar dit was maar 15 kilometer bij ons over de grens. Het had echt net zo goed in Limburg kunnen gebeuren. En dat zijn de grootste, dat noemen we in het Engels storms. Dat zijn de grote onweersbuien. En als die heel goed georganiseerd zijn, dan heb je dus niet alleen hele grote hagelstenen, maar dus ook tornado's. En ja, het is natuurlijk, het weer is wat anders dan het klimaat. Het gaat vaker voorkomen. En als je dan over een langere termijn ziet dat het vaker voorkomt, zeggen wij, het klimaat verandert. En meer temperatuur, hogere temperatuur is meer vocht. En vocht is brandstof voor buien. Dus het is eigenlijk allemaal heel makkelijk te verklaren. Ja, maar is het ook heel makkelijk er iets tegen te doen? Nee. Nou ja. Of moeten we gelaten met onze parapluutje zitten te wachten tot het weer gaat gebeuren? Of wat kunnen we doen? Nou ja, twee sporenbeleid. Aan de voorzijde de kraan proberen dicht te draaien. Dus de uitstoot van allerlei broeikasgassen zo snel mogelijk met alle landen bij elkaar erachteraan. Je kan niet ambitieus genoeg zijn. En aan de achterzijde, dat noemen ze dan met een duur woord adaptatie. Maar dat is gewoon aanpassen aan de veranderingen die gaan komen. Dus zorgen dat de dijken hoog genoeg zijn. Zorgen dat alle gemeentes nu moeten een stresstest doen. Daarbij moeten ze gaan kijken waar liggen de knelpunten. Hoe snel lopen straten onder water. Maar ook hittestress bijvoorbeeld in de zomer. Hoe snel wordt het heet? Een betegelde achtertuin wordt bijna 7 graden warmer dan een landelijk gebied. Maar is het in Nederland niet... In een land waar we gewoon echt, we bungelen onderaan, hè, in het lijstje van Europese landen aan CO2-uitstoot en maatregelen die we nemen. Is het niet een beetje dweilen met de kraan open? Als je achteraf nog gaat aanpassen aan de veranderingen die al gaande zijn. Want die veranderingen zullen steeds sneller gaan. Maar daar zeg je iets heel belangrijks. Als die veranderingen steeds sneller gaan en wij doen niks, betekent dat onze kinderen en kleinkinderen met nog veel grotere problemen opgezadeld zitten. Exact. En als ik afval produceer, kan ik dat bij mijn buurman dumpen, zeggen, zorg jij er maar voor. Maar ik vind persoonlijk dat ik ook een verantwoordelijkheid heb om dat zo minimaal mogelijk te houden. Ja. En het kan. Er zijn zoveel oplossingen en innovaties. Het vergt wel een kleine gedragsverandering. Dus ja, die betegelde tuin, sorry, maar gooi er op zijn minst 60% groen in. Is ook nog goed voor ons brein. Iedereen wil een huis kopen waar veel bomen en groen zijn. Niemand wil officieel in een bestrate tuin wonen. Een bestrate, betegelde straat wonen. Mm-hmm. Dus we kunnen eigenlijk wat dat betreft wel heel veel doen. Bewust keuzes maken, dus om aan die voorzijde de uitstoot te verminderen. En aan de achterzijde te zorgen dat we... met het Rijk, met de provincies, met de gemeentes, maar ook wij als burgers wel iets doen. Ja. Een goede verzekering afsluiten.